Hebben jullie Ajax gezien? Ho, ho, ho. Tegen Eintracht Frankfurt. Jongen. Ik heb zitten genieten zeg. Nou, dat Ajax. Als je nou toch Ajax supporter bent. Hè, dan kan je nu alvast je vingers aflikken. Ja, huppatee. Ja, want het smullen jongens, dat komt eraan hoor. Ja, want je kon al zien in die wedstrijd, dan kon je al zien een beetje flarden van wat er gaat komen. En van de gala voorstellingen die Ajax straks gaat geven, want dat is volkomen duidelijk. Ja, en Den Haag, die is gewoon bezig. Dat zie je nu al. Als een diamantslijper is hij al bezig om dat briljantje helemaal te laten glimmen en glinsteren en fonkelen. Dat is wat er gebeurt. Straks zul je zien dat briljantje, dat blijft maar groeien dan. Ja, het is werkelijk. Nu al is het voor fijnproevers echt, jongens. Dat is genieten geblazen. Kijk nou eens even wat er allemaal rondloopt en hoe dat al met elkaar voetbalt. Wat denk je van het middenveld wat er staat? Ja, ik bedoel, die Gravenberg. Kereltje geworden. Hey, staat er gewoon. Alvarez, wat denk je daarvan? Die was al bijna afgeschreven. Komt weer helemaal terug. Geweldig. En dan Promes. Zo zie je maar. Donny van de Beek weg. En hup, Promes vult het gewoon in. En dat loopt maar al te tikken. Dat is allemaal Ten Hag. Spelers zoeken elkaar op. Maken driehoekjes, steekballetjes, vinden elkaar blindelings. Ik bedoel, het is echt een feest. Ja, dat is het gewoon. Het is gewoon hap, 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 samba, samba voetbal. Het is samba voetbal 2.0. En dan heb ik het nog niet eens gehad over die Kudus, die nieuwe aankoop. Ja joh, ik bedoel, niemand van gehoord. En die gozer, heb je gezien al? Nou, die kan even wat hoor. En wat denk je dan? Hé, maar daar komt hij helemaal. Die Anthony. Joh. Die Anthony. Dat is me een talent zeg. Jongen. Dat wordt genieten geblazen in die arena. Je zal maar een seizoenkaart hebben. Hé, die Anthony. Heb je gezien? Die heeft de techniek van een Zwitsers horloge. Dat heeft die Anthony. En hij heeft de dartelheid van een jonge antiloop. Dat is die Anthony. En Anthony, nog wat, hij heeft de snelheid van een jachtluipaard. Dat is die Anthony. Die gaat nog heel veel verdedigers. Die gaat stapel gek maken. Ach joh, dat is... En dat heb je dan... Zie je dat eventjes gewoon als voorhoede even. Neres en Tadic. En dan heb je nog Traoré. Die heb ik nog niet eens genoemd. En dan heb je die Anthony op de vleugels. Nou, hey, wie moet daarvan gaan winnen? Die zijn onklopbaar. En nu al heeft Ajax, terwijl ze de spelers Ziyech kwijt, van Donny van der Beek kwijt. En nu al hebben ze dat opgevangen. Met fantastisch, ja, samba voetbal. Nou jongens, ik wens elke voetballiefhebber vanaf nu heel veel plezier met Ajax. Het is samba voetbal 2.0.